In de regionale energiestrategie zijn de ambities vastgelegd hoe de gemeenten binnen Holland-Rijnland hun doelstellingen willen behalen als het gaat om duurzame opwek uit zon en wind. Dat betekent dat de gemeenten lokaal gaan verkennen wat de mogelijkheden en beperkingen zijn voor de realisatie van zon- en windprojecten voor het jaar 2030. Deze verkenning moet uiteindelijk resulteren in een zogenaamd RES-bod. Wat kan een gemeente bijdragen? Het is zo dat wij in de regio afspraken maken hoeveel duurzame energie er moet worden opgewekt. En elke gemeente moet dan zijn of haar bijdrage daaraan leveren. En moet eigenlijk een realistische inschatting maken van hoeveel duurzame energie kan je nou opwekken richting 2030. En wij hebben nu in een brief aan de gemeenteraad laten weten van nou, wat is nou de inschatting die wij nu kunnen maken, hoeveel duurzame energie we kunnen opwekken. En we geven er eigenlijk bij aan dat we voornamelijk willen inzetten op zonnepanelen op kleine en grote daken. Omdat we zien dat de potentie, de ruimte voor windenergie en voor zonnevelden heel erg beperkt is. Is ook best wel impactvol voor het landschap. Maar we zien ook dat qua wet en regelgeving de ruimte er eigenlijk niet is. Dus dan moet je vooral inzetten op wat je wel kan doen. En dat is in Katwijk op zonne-energie en dan voornamelijk op daken. We hebben wel hier ruimte, waar is ook eerder sprake over geweest, het Valkenburgse Meer. Hoe zijn de mogelijkheden daar? Nou, daar hebben we ook eerder natuurlijk een haalbaarheidsstudie laten uitvoeren. En daar zie je ook dat het een zeer ingewikkelde locatie is om daar meerdere windmolens te plaatsen. Als college en ook als gemeenteraad is men heel helder geweest dat windmolens daar ongewenst zijn. Er is ook een voorstel aangenomen dat er geen zonnepanelen moeten worden geplaatst. Dus hebben we aangegeven, die locatie is daarvoor ook niet beschikbaar. En dan houden we het al heel erg snel op, hè, want we hebben veel ontwikkellocaties, bijvoorbeeld woningbouw of voor bedrijventerreinen, want dat is ook heel erg belangrijk. En dan zie je dat in de gemeente de ruimte beperkt is voor andere initiatieven op het gebied van duurzame energie. Dat hebben we laten onderzoeken en het rapport is ook gewoon openbaar en dan kan iedereen dat zien. Tegelijkertijd, we moeten niet stilzitten. Hè. We willen echt ervoor zorgen, ook voornamelijk dus door zonne-energie, dat bijvoorbeeld de energierekening voor bedrijven omlaag gaat, of voor huishoudens omlaag gaat en ook voor maatschappelijke organisaties omlaag gaat. Alleen voor de regionale doelstellingen is dat eigenlijk het belangrijkste om ons op te focussen. Daarnaast zetten we ons ook in voor zonneparkeerplaatsen en daar lopen nu ook de eerste onderzoeken voor. Er zijn ook mogelijkheden voor zonnepanelen op kleine en grote daken, noemde u net. Kunt u iets vertellen over de kleine daken? Nou, eigenlijk is wat iedereen ook in Katwijk ziet. Hè. We hebben het afgelopen jaar een ontzettend grote toename gehad van zonnepanelen op kleine daken. Dus eigenlijk gewoon op huizen, laten we het even zo noemen. Vanaf 2022 tot 2023 hebben we een toename gehad van 33% van het aantal zonnepanelen in de gemeente Katwijk. En hoeveel duurzame energie daardoor is opgewekt. En dat is wel iets waarvan we zien dat daar nog steeds veel potentie in zit. En dat we daarin stappen kunnen zetten. En uiteindelijk zien ook veel huishoudens zelf dat het goed is om daarin te investeren. Omdat je dat uiteindelijk weer terug gaat verdienen. Dus we zien daar echt een beweging en mensen zijn ermee bezig. Dus daar hebben we heel erg goede hoop op dat dat goed gaat komen. Dan grote daken, waar moet ik dan aan denken? Ja, daar hebben we bijvoorbeeld over bedrijventerreinen. Dus je ziet vaak dat bedrijventerreinen veel grotere platte daken hebben die nog onbenut zijn. Hè. In Katwijk moeten we elke vierkante meter 3 keer uitdenken, omdat de ruimte heel erg schaars is. Dus ook de ruimte op daken. Ja, en die kan je bijvoorbeeld inzetten door te gebruiken voor zonnepanelen. Het is wel zo dat natuurlijk wel een heel traject is wat je daarvoor moet doorgaan als bedrijf. Dus dan moet je denken aan een plan, dan moet je denken aan een business case, hoe betaal je het allemaal. Dan moet je denken aan vergunningen, dan moet je denken aan het onderzoek van kan het dak het wel houden. Dus het is best wel een lang traject en daarom is het goed om daar al zo snel mogelijk over na te denken. Want je zit zo weer richting 2030 en je wilt daar wel ook als bedrijven stappen in zetten. Want ook voor die bedrijven stijgt die energierekening en dat wil je op een gegeven moment wel hard tegengaan en zonnepanelen helpen daarbij. U noemde zojuist zonnepanelen op parkeerplaatsen. Hoe moet ik me dat voorstellen? Gaan we dan onder zonnepanelen parkeren of worden de ruimtes weggenomen voor zonnepanelen? Nou, zoals ik al zei, elke vierkante meter moeten we in Katwijk 2 of 3 keer bekijken. Dus ook bij parkeerterreinen zie je eigenlijk dat er best wel veel ruimte nog steeds is die onbenut is.
En het is inderdaad zo dat je je auto in sommige delen van het land, dat zien we op steeds meer plekken verschijnen, dat je je auto kan parkeren onder zonnepanelen, omdat je daardoor die ruimte eigenlijk dubbel kan gebruiken. Dus we zijn nu aan het onderzoeken op 3 locaties of dat mogelijk is. Maar vooral, hoe ziet het financiële plaatje eruit? Want je kan het wel heel erg graag willen, maar als het financieel niet haalbaar is, dan houdt het al snel op. Dus dat gaan we eerst onderzoeken. En dan vervolgens gaan we ook met elkaar kijken, waar zouden we dat dan exact willen? Om dat te realiseren. En welke locaties zouden dat dan kunnen zijn? Daar zijn we nu eerst aan het onderzoeken. Eerst eigenlijk meer een inschatting aan het maken van de financiële gevolgen als we daar die zonnepanelen op parkeerplaats zouden plaatsen. We maken dat later bekend waar het dan exact is. Maar ook omdat het eigenlijk een eerste vingeroefening is van, is het überhaupt mogelijk? En je kan natuurlijk eerst een heel participatietraject gaan optuigen en met allemaal mensen gaan praten over, is het hier wenselijk? Hoe ziet de omgeving eruit? Kan er een vergunning worden aangevraagd? Maar ja, dat kost ontzettend veel tijd, energie en geld. En eigenlijk wil je eerst even kijken van, kan het eigenlijk wel financieel gezien? Of vallen er al een aantal locaties af? Klinkt misschien een beetje als een gekke volgorde, maar dat doen we even bewust. Omdat het ook zonde zou zijn als je 2 of 3 jaar bezig bent met een heel traject en dat blijkt eigenlijk financieel niet haalbaar. En dan verschijnt er binnenkort een energieprogramma. Wat moet er allemaal in staan? Wat staat er allemaal in? Ja, dat zijn eigenlijk de acties die we op het gebied van energie gaan zetten. Hè? Dus hoe stimuleren we uiteindelijk zonnepanelen op grote daken? Hoe stimuleren we zon op kleine daken? Als we niet kiezen voor windenergie, wat doen we dan wel? Hoe gaan we verder om met het vraagstuk rondom betaalbare warmte? Wat ook voor heel veel huishoudens wel voor vraagtekens zorgt. Maar ja, ik heb nu aardgas, dat wordt ook wel steeds duurder. Kan ik op termijn gaan kijken naar een alternatief? We hebben natuurlijk het belangrijkste in onze topprioriteit energiearmoede bestrijden. Hoe gaan we meer isoleren? Dus al die acties krijgen daar een plekje. En dat lichten we eigenlijk toe wat we daar de komende jaren op gaan doen. En nu laten we zien in deze brief, we kiezen voor zon op grote daken en op kleine daken. En voor zonnevelden en voor windenergie zien we dat de ruimte er eigenlijk niet is in onze gemeente. En dat is ook een boodschap die we wel eerlijk met elkaar moeten bespreken en wat we ook graag gaan doen. Hoe ziet u verder de toekomst van de energietransitie hier in Katwijk? Nou, volgens mij zetten we ons daar allemaal hartstikke hard voor in. We doen het op een realistische manier. We moeten ons realiseren dat dit een transitie is, niet van de komende paar maanden of de komende paar jaar, maar van de komende decennia. Waardoor we ook dat verstandig moeten doen. En we zetten nu in Katwijk al hele belangrijke stappen. En dat doen ook heel veel huishoudens. Je ziet gewoon dat mensen ermee bezig zijn. En dat hoeft echt niet alleen maar vanwege verduurzaming te zijn, maar ook juist vanwege dat kostenplaatje. En dat wil ik zoveel mogelijk benadrukken. Het wordt allemaal duurder, ook het leven in het algemeen. En dit zijn wel investeringen die zich op termijn gaan terugverdienen, die noodzakelijk zijn om uiteindelijk je energierekening ook nog gewoon te kunnen betalen. En daar willen we mensen heel erg graag bij helpen.